kaartje stond bevend op het telegraafkantoor. Vriendelijk sprak de ambtenaar je vrouw, aanstond scheef van doen gehoor. Trillend op haar stramme benen, greep ze naar de microfoon. En toen hoorde zij, o wonder, zachte stem van haar zoon. Hallo? Want? Ja, moeder, hier ben ik. Dag, lieve jongen, zegt ze met een snik. Hallo, hallo. Hoe gaat het, ouwe vrouw? En dan zegt ze alleen, ik verlang zo erg naar jou. Lieve jongen, zegt ze teder, ik heb maandenlang gespaard. Het was me om jou te kunnen spreken, mijn allerlaatste gulden waard. En ontroerd zegt hij dan, moeder, nog 4 jaar, dan is het om. Oudje lief, wat zal ik je pakken, als ik weer in Holland kom. Hallo? Bandoe? Ja, moeder, hier ben ik. Dag, lieve jongen, zegt ze met een snik. Hallo, hallo. Hoe gaat het, ouwe vrouw? En dan zegt ze alleen, ik verlang zo erg naar jou. Wacht eens, moeder, zegt hij lachend, ik bracht mijn jongste zoontje mee. Even later hoort ze duidelijk, oh, hoe lief dat ik daar ben. Maar dan wordt het haar te machtig, zachtjes fluistert zo, heer. Dank dat ik dat heb mogen horen, en dan valt ze wenend neer. Hallo? Bandoe? Ja, moeder, hier ben ik. Zij antwoordt niet, hij hoort alleen een snik. Hallo, hallo? Klinkt over een verre zee, zij is niet meer aan het kindje roepen daarbij.